Kunstblik, goedemiddag, waar zijn we dan? Bij Kari Hoorders, Galerie Kari Hoorders, glaskunst. En waar zijn we, Karin? In Diepenheim, tijdens Kunstmoment Diepenheim. Oké, en wat doe je? Ik maak glaskunst. Jij maakt glaskunst? Ja. Dus je zit altijd achter het glas? Meestal wel, hè? Ja? Oké, nou je maakt ons nieuwsgierig, we gaan lekker mee naar binnen. Helemaal goed, welkom. Karin, we zijn hier bij jou in de prachtige expositieruimte. Wat doe jij precies? Ik ontwerp en maak objecten van glas. Ja. Wandobjecten, schaalobjecten, sculpturen en dergelijke. En doe jij dat al lang? In 2004 ben ik eigenlijk gestopt, toen moest ik kiezen. Okay. Of ik verder ging met mijn baan of dat ik echt helemaal voor het glas ging. Dus sinds 2004 ben ik alleen nog maar met glas bezig. Alleen met glas bezig. Ja. En succesvol, hè? Ja, best wel. Ja, want het is ook best wel druk vandaag. Mm-hmm. Het werken met glas, wat vind je daar nou zo leuk aan? Ik ben ook begonnen vanuit een stukje vormgeving. Dat is bij mij met de paplepel ingegoten. En dat combineren met deze techniek, met die glaskunst, ja, dat is mijn ding. Dat vind je het allermooiste, ja, hè? Ja, dat vind ik het mooiste. En het maken van een object, hoe lang ben jij daarmee bezig? Heel verschillend, want je moet natuurlijk eerst het ontwerp maken en ik moet echt met berekeningen op papier uitwerken. Dus het ontwerp moet helemaal in mijn hoofd zitten, met alle kleuren. En dan begin ik dus op papier te ontwerpen en dat heb je de ene dag in een dag gedaan, of ene keer in een dag gedaan. En de andere keer doe je er wel een maand over of nog langer. Snap ik. Ja, en dan een echte werk in de oven, dat is verschillend per object, van 3 dagen tot 3 weken. Ja, dat kan natuurlijk verschillen, hè? Ja, dat is verschillend, ja. En weet jij ook al, is het zo dat als jij datgene wat jij op papier hebt gezet, wordt het ook altijd precies zo? Of wijk je nog onderweg wel eens af? Dan moet ik wel echt het ontwerp zelf ook weer aanpassen. Ja. Dus ik moet wel echt naar het ontwerp moet ik. Omdat elke kleurglas ook weer een ander smeltpunt heeft. Zwart smelt sneller dan wit. Oh. Ga je de kleuren over elkaar heen gebruiken, moet je weten wat er onderling doet. Daarom zie je ook zelden iemand die met deze techniek met strakke vormen en lijnen werkt. Oké. Even een vraag van achter de camera. Je doet het al een tijdje. Mm-hmm. En wat is je favoriet? Waar doe je geen afstand van? Geen afstand van, dat is heel moeilijk te zeggen. Echt mijn favoriet is toch wel het wandmeubel. Wat dus en wandmeubel en kunstwerk in één is. Oké, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Dan gaan we daar even naartoe. Ik heb hem al gezien, hij is prachtig. Karin, het wandobject waar je zo enthousiast over bent, dat is deze. Dat is dit, ja. En waarom is deze zo bijzonder voor je? Dat het toch ook, het heeft en een functie en het is helemaal kunstwerk. Kijk, het zijn ook inderdaad kastjes. Oh. Ik heb dus het ontwerp gemaakt en de glazen deurtjes. En heb ik dan inderdaad deze delen dan uit laten voeren door een meubelmaker. Door een meubelmaker, dus het is een samenwerking geweest. Ja. En past het allemaal meteen? Eigenlijk wel. Gaat er ook wel eens iets mis? Loopt er jaren. Het is jarenlange ervaringen die je hebt. Heel weinig. Heel af en toe. Oh, dat is heel mooi. Vaak als je echt met iets nieuws weer iets nieuws uitprobeert. Ja, dan kan er een keer inderdaad wel misgaan. Maar... Wat doe je met de misbaksels? Weggooien. Ja. En andere functie? Geen andere functie. Nee. Okay. Naar de glasbak. Naar de glasbak. Ja. Of een liefhebber die zegt van, daar heb ik dan nog wel eens van, oh, dat wil ik wel hebben. Okay. Je maakt toch altijd dat iedereen blij? Dat probeer ik wel, ja. Nou, dat is mooi. Karin, dit werk is wel heel bijzonder, hè? Want wat is hier zo bijzonder aan? Je ziet dus diepte in het geheel, terwijl dat in het platte vak vlak verwerkt is. Ja, mooi. En met heel veel tinten blauw. Ja. En je hebt echt die 3D te pakken gekregen hier, hè? Want het komt echt, lijkt echt kubus aan. Inderdaad, ja. Ben je daar lang mee bezig geweest om dat te ontwerpen?
Ja, in mijn hoofd inderdaad. Dat kost wel een tijdje om dat precies goed inderdaad die lijnen over elkaar te krijgen. Ja. En je vertelde net dat je dit werk een beetje in een andere kleur al hebt verkocht, hè? Ja, dat is net vorige week verkocht. Echt in rood tinten. Mijn eigen favoriete tinten. Ja. Maak jij ook wel dat mensen zeggen van, nou, ik vind het heel mooi, maar ik wil het in groen. Kan dat dan bij jou? Kijk om je heen. Dat kan men wel zeggen van zoiets dergelijks in andere kleuren, dat kan, ja. Ik maak nooit exact hetzelfde. Alle objecten zijn uniek. En het grappige is, je hebt eigenlijk plat werk en dat blijft plat, maar het geeft wel diepte op de manier hoe jij het verwerkt hebt. Ja. Nou. Ja, dat is mijn uitdaging. Waar kunnen we je vinden? In Diepenheim aan de Grote Straat 58. Nou, en heb je ook nog een website? Zeker, karinhorens.nl. Dus als mensen meer willen zien, Erik, en dan willen ze. Ja, maar iedereen wil wel glas. Dat denk ik ook. Prachtig glasobject. Dankjewel, Karin. Graag gedaan.